Peekaboo. Hello world. Ik doe mijn gordijntje open. En ik zie er alweer stralend uit. Ik ben hier voor het eerst in 10 jaar de zee in gegaan. Je kan natuurlijk in Nederland, in Zeeland en in Texel kan je ook heerlijk de zee in. Alleen, ik durf dat daar niet zo goed. En het is me ook te koud. En ik weet niet zo goed wat er aan met al die stromingen. En dit is gewoon, het loopt heel mooi glijdend af. En je kan heel ver, en je hoeft dus niet bang te zijn als je niet zo'n geoefend zwemmer meer bent als ik, dat je door een golf opgeslokt wordt. Ja, het is zo lekker. Maar dit is zo'n stout drankje. Je presenteert nu 8 jaar koffietijd, dus een jubileum zit eraan te komen. 2 jaartjes verder. De tijd gaat sneller dan je zou denken. Hè? De tijd gaat zo ontzettend snel. Als je je realiseert dat ik nu inderdaad alweer 8 jaar bij koffietijd ben, dus vanaf dag 1. En het lijkt inderdaad net alsof we gisteren zijn begonnen. Maar hoeveel mensen er in die jaren al niet gepasseerd zijn. En hoeveel uitzendingen en hoeveel feestjes we wel niet gemaakt hebben. Ik realiseer het me nog niet. Maar dat komt misschien later op mijn oude dag dat ik alles dus ga terugdenken. En denk, heb ik veel meegemaakt in die jaren, in die 20 jaar dat ik koffietijd heb gepresenteerd. Ik denk dat ik eigenlijk niets meer te wensen heb op tv-gebied. Dat ik met koffietijd redelijk aan mijn persoonlijke trekken kom. Maar daarvoor is koffietijd er natuurlijk niet. Maar het hele scala aan onderwerpen wat er passeert. De crew, de locatie natuurlijk, die villa. Dat gaat in de toekomst wel veranderen. Maar kijk, diep in mijn hart denk ik nog wel eens van god, misschien zou ik nog wel eens een soort dierenprogramma willen hebben en zo. Maar ook dat komt allemaal aan bod. En ook die verzoeken van mij worden gehonoreerd bij het koffietijdteam. En ja, ik zit daar gewoon zo fantastisch. Het is ideaal. Dus nee, ik hoef eigenlijk niks anders meer. Lou kijkt wel eens naar koffietijd. Wel eens. Maar ik heb soms liever dat hij niet kijkt. Het spreekt hem niet allemaal even aan wat hij voorbij ziet komen. En heel soms kijkt hij wel eens en zegt hij, hey, was een leuke uitzending vanochtend. Dan ben ik weer blij. Wij houden heel veel van elkaar. En we zijn voor de rest van ons leven tot elkaar veroordeeld. En dat willen we ook. Maar ja, het is niet altijd even logisch om gewoon 24 uur met elkaar in één ruimte te zijn. De een wil dit, de ander wil dat, de een wil niet eten, de ander wil wel eten. En dat is toch allemaal best wel, kan wel eens hinderlijk zijn als je dan toch een beetje op elkaar aangewezen bent. Dus zo nu en dan zoeken we gewoon onze eigen ruimte en onze eigen dingetjes op. Prima. Dat is het allerbelangrijkste. De emotionele band die je met elkaar hebt. Dat je elkaar vertrouwt. Dat je elkaar altijd steunt. Altijd tot steun bent. Dat je er inderdaad altijd voor elkaar bent. Wijzer wordt van elkaar. Met elkaar kan lachen. Afijn, maar dat zijn dus toch vooral de emotionele dingen. Dat is belangrijk. Je hebt geen kinderen, maar omdat je dieren hebt, heb je ze eigenlijk ook weer wel. Ja, maar dan heb ik er wel een heleboel. Ik heb wel een heleboel kinderen, want ik hou eerlijk gezegd van alle dieren. En dan kunnen mensen wel zeggen dat het kan niet. Want je kan. Maar ik hou van dieren bijna per definitie, omdat het dieren zijn. Omdat ze zo totaal anders zijn dan wij. Omdat ze niet altijd. Omdat ze ook wonderlijk zijn, hun eigen bestaan hebben, hun eigen leven hebben, hun eigen ongekende mogelijkheden hebben tot vliegen en zwemmen en alles wat wij niet kunnen. Zou ik niet weten waarom ik. Ik vind het allemaal zo mooi in elkaar zitten. Dus het heeft mijn bewondering en mijn verwondering. En dat geldt voor alle dieren, en dat geldt voor alles wat met elkaar samenhangt, ook in de natuur.